mijn thuisgevoel is, ik ben iedere dag weer blij als ik mijn paardje hierop kom fietsen. En ik lekker dat bos in fiets. En ik denk, iedereen weg, lekker buiten. Weet je, lekker buiten zitten in mijn stoeltje en ik vind het ideaal. En als vies weer is, ga ik binnen zitten, vind ik ook goed. Ja, ik mag ook graag de hele dag op de dag op mijn bed liggen met een boekje, vind ik ook goed. Dat is mijn thuisgevoel, ja. En als ik dan mijn hondjes dan weer zie, of die zijn eigenlijk altijd wel bij me. Maar ja, en mijn eendjes weer tegenkom en mijn vissen die vrolijk omhoog springen. Nou, dat is mijn thuis. Dat is mijn thuisgevoel, ja. Ik kooi mijn huis uit. Zo, ook goedemorgen. Kijk, dit is gisteren dus helemaal nat geregend. Kijk, dat moet ik naar binnen halen dus. Kom, pulletjes! Mak, 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 mak. Goed zo, jij bent er al, hè? Hallo. Kijk eens, jongens. Happies. Lekker, lekker, lekker. Ik heb eigenlijk een leven achter me van de ene plek naar de andere plek, naar de andere plek, naar de andere plek. Dus het is voor mij al een heel wonder om meer dan 2 jaar op dezelfde plaats tussen te zijn. Ik heb eigenlijk weinig schoolopleiding. Ik heb modevakschool gedaan en reclame-etalagetechniek. Niks afgemaakt. En hoe komt het dat je dakloos bent geworden? Dat kwam eigenlijk doordat ik had een huis en dat had ik al wel 13 jaar, maar dat had ik altijd onderverhuurd. En daar had ik op een gegeven moment een vriendin van mij in zitten en ik zelf woonde in België in een caravan en daar werkte ik in met vistoestanden. En ik kwam dus eens in de 14 dagen kwam ik naar Amsterdam toe. En ik wist niet dat je op een postkantoor met zo'n accept giro kunt betalen. En als je dan binnen een uur de boel annuleert, mag je het betaalstrookje houden en je krijgt je centjes terug. Dus mevrouw liet mij dus keurig de betaaldingen zien en haalde de deurwaarderspost dus al wel eruit, zodat ik die brieven niet zag. Ja, oké, en dan ben je op een gegeven moment je huis kwijt. Ja, zo gaat dat. En toen? Nou, toen ben ik echt in een tent terechtgekomen. Dit is mijn hutje. En dit is mijn hondenkamer. Mijn hondengebeuren. En daar liggen de monsters. Nou, en dan heb ik hier een beetje mijn kledingkast. Dat is een beetje een rotzooitje op het moment. Nou, goed. Dit is mijn kastgebeuren. Mijn eten, mijn laadjes met allerlei spulletjes. Dus dit is mijn wc. Kijk, echt waar. Een heuse pot. Zo. Ik moet het heel erg hebben van vaste plekken. Mijn schaar ligt daar, mijn mes ligt daar. En als er iemand anders dus doorloopt in die pak, dan ligt er gaan. Wow, dan is de plek te klein. Dan is het huis te klein. Dus dat bedoel ik, alles, dat is voor mij het voornaamste, is dat alles op zijn eigen plekje. Alles heeft bij mij ook echt zijn eigen plaatsje, heel erg geordend is dat. Misschien is dat een hele rare tegenhanger voor het anders zo ongeordende leven, wat ik leid. Kom dan, Nintje, kom dan. Wat voor dingen heb je nou nodig om je thuis te kunnen voelen? Mijn eigen dingetjes zo om me heen, mijn eigen stoeltje, mijn eigen boeken. Mijn boeken zijn heel belangrijk. Dit hele bedoelingje om me heen, dat is... Ik weet dat ik in een huis bijvoorbeeld leef ik net zoals als ik hier leef. Ik heb van alles zo min mogelijk. Thuis voelen, is dat een gevoel van rust in jezelf vinden? Of... Ja. Ja. Ja, ik denk dat het niet uitmaakt waar je bent. Ik denk dat dat doe je zelf en dat ben je zelf. En als je vrede met jezelf en je omgeving hebt, dan ben je thuis. Dan ben je er, denk ik. En heb je vrede met jezelf? Ja hoor, ja. Ja, ik ben wat dat betreft, ja. Wat dat betreft ben ik overal wel klaar mee. Ik begin 's morgens om 7 uur hier. Ik sta met de vogels op en ik ga met de vogels naar bed. Ja. En wat ga je dan doen 's ochtends als je opstaat? Ik ga eerst golfballen prikken. Ik heb zo'n apparaat daarvoor. En dan loop ik het terrein helemaal langs en dan kijk ik of er... ik houd het een beetje in de gaten. Net zo goed als ik het 's avonds in de gaten hou. Dan komt er wel eens jeugd hier die daar feestjes gaan lopen bouwen. Of buitenlanders die denken dat het een onontdekte camping is. Zoiets, die moet ik verwijderen.
En ik doe het hek op slot en ik haal het 's morgens dus het slot er weer af. Ik ben de enige die een sleutel daarvan heeft, anders zou er niemand meer golfen. Nou, en dit levert me dan gemiddeld 2 tientjes per dag levert me dit op. Tussen al die rijke mensen op de golfbaan. Oh, dat vind ik prachtig, daar lach ik me rot op. Ik bedoel maar, ik woon mooier dan zij. Hé, zij moeten hierheen komen, ik ben er al. Ja hoor. Oh nee, ik kom daar weinig hoor. Ik doe hier mijn eigen dingen. En het is meestal op de tijd dat er geen mensen zijn. En de mensen die er zijn, die kennen me wel. En het clubhuis, en daar kom ik dan wel eens. En ja, dan krijg ik een biertje. En nou ja. En ja, oh ja, dat is die vrouw uit die tent uit het bos. En heb je ook contact met mensen uit de buurt? Hier, ja. Ja. Ik word overstelpt met allerlei eten en kleding en weet ik veel wat allemaal. Ze zijn allemaal even bezorgd. En ja, dat is heel leuk. Wat vind je daarvan dat ze dat doen? Ja, nou, ik vind het wel grappig. Ik vind het wel grappig, want eigenlijk vinden ze me maar sowieso, maar omdat ze hebben toch wel respect voor mij, zoals ik leef en ik val niemand lastig. Ik ben hun eerder tot dienst. Ja, want ik bedoel, ik laat de hondjes voor ze uit en ik maak altijd even een praatje. Ik stop bij het bejaardenhuis altijd, vraag of iemand nog wat nodig heeft. Zo heb ik mij dus wel geliefd gemaakt hier eigenlijk. Ja, dat is waar. Ik denk dat de ideale samenleving is dat iedereen een ander eens met rust laat. Ja, dat iedereen respecteert elkaar wat meer. Geef elkaar wat ruimte. Ja, dat is er zo uit. Daarom zit ik hier zo lekker. Ruimte, levensram. Ja. Heb je ook een beetje teruggetrokken uit de maatschappij en dat je gewoon ook gekwetst bent door mensen? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, natuurlijk. En omdat ik. Ik ben een beetje te vaak in elkaar gebeukt en van trappen afgegooid en gebroken ribben gehad en ik ben mannenschuw wat dat betreft. Ik heb seks uit mijn woordenboek verwijderd. Dat is allereerst al een reden om in mijn eentje hier te gaan zitten en ik moet dat ook niet weer hebben. Dat is één grote lijdensweg geweest. Want jij bent mishandeld geweest? Nou, ja. Niet een beetje ook. En dan doe je aangifte. En dan verdomme, dan heb je, ik weet niet hoeveel gebroken ribben. En dan worden ze nog vrijgesproken ook nog. Omdat de kwetsuren niet ernstig genoeg zijn. Nou, daar word je toch helemaal gek van. Door wie was je mishandeld? Door mijn exen altijd. Ik heb 3 exen gehad. En we zijn alle 3 hetzelfde hoor. Ik schijn kerels aan te trekken. Juist de kerels die me in elkaar beuken. En als er nou iemand hier naar je toe zou komen en zou zeggen van, bam, ik heb een huis voor je. Ja, nou ja, op een gegeven moment zal ik wel moeten. Dus dan wil ik natuurlijk wel eerst even weten van hoe en waar en wat. Want kijk, ik heb natuurlijk maar een heel klein inkomen. En als ik daar nou ook nog eens een keer huur van moet gaan betalen en zo, dat gaat aardig erin tikken dan, weet je. Dus dat ga ik wel eventjes meelaten wegen in mijn beslissing of ik het wil of niet doe. Kijk, en als ik dan zou besluiten om het niet te doen, dan zal ik waarschijnlijk een andere plek moeten zoeken. Maar ja, dan ben ik nog zo dat ik gewoon een stukje verderop ga staan. Ja, ik vind dit bos echt mijn thuis. Echt als ik hier dat pad in fiets, kijk eens wat mooi, zegt dat is van mij.